about to experience is a brand new vibe. Something you've never experienced before. Something strong, smooth, and infectious. Dit is Veronica, top 100 countdown! Wat is het nou? Ik bedoel, ik vind het wel leuk dat jullie het doen, maar jullie hebben zo hard lopen gillen dat je mijn naam niet meer gehoord hebt. Oh. Met Gijs Staverman, dat heb je dus niet gehoord. Dat is wel onzin. Maar ja, goed. Je merkt het wel, het is ook voor de disjockeys vrijdagmiddag. Ze hebben eindelijk weer vrij. En drinken, jongen. Ik zag gisteravond het wereldje. Ik zag een hele oude baas van me. Die zei, dat drinken. Dat is niks anders dan met het gewone bedrijfsleven. Ik denk, dat lieg je. Nou, van harte welkom bij de Top 100 Countdown op 17 oktober 1997. Het is de ultieme radio hitparade die interactief wordt samengesteld uit de gegevens van het CD-koop-publiek. En natuurlijk ook door de luisteraars en kijkers van Veronica van de Box Music Television. En ook door de bezoekers van de Top 100 Countdown-site van Veronica Internet. www.veronica.nl/top100. En je sluit natuurlijk weer af met een slash. Nou, laten we even gaan kijken hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Op nummer 3... Vorige week Buckshot, LaFunk, op nummer 2 Aqua en op nummer 1 Elton John, Candle in the Wind. Als er iets is veranderd, dan hoor je dat straks om 17:15. Veronica, daar zijn we weer hoor. Top 100 Countdown. Van harte welkom terug. Hey, ome Henkje staat op 58. Nieuw. Op nummer 43, de nieuwe single van de Spice Girls heet Spice Up Your Life. In de top 100. En wat waren zijn eerste woordjes? Nou, zijn eerste woordjes waren die volwassene die bij mij in huis woont. Nou, welkom terug bij deel nummer 4, het laatste uur van de Veronica Top 100 Countdown. Het is 17 oktober 1997. We zijn bezig met de tweede jaargang, week nummer 42. Laten we nog heel even gaan kijken voor de laatste keer hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Op nummer 3, Buckshot LaFunk, vorige week dan. Op nummer 2, vorige week Aqua en Barbie Doll. En op nummer 1, vorige week Elton John, Candle in the Wind. Misschien is er iets veranderd, je hoort het aan het eind van dit uur. Veronica, Top 100 Countdown.